Ik ben ontzettend tevreden. Ik ben heel erg blij dat wij het coalitieakkoord net aan jullie hebben mogen presenteren. Het is een prachtig akkoord met heel veel ambities voor Almelo. En ook in de samenwerking hoe we dit gedaan hebben. Dus ik ben meer dan tevreden. Er staat hier een heel blij mens. Waren er nog verschillen van inzicht? Eigenlijk weinig, want we hebben, we doen het voor Almelo, hè. We doen het voor de inwoners van Almelo. Dat is ons uitgangspunt, daarvoor zijn we ook de politiek in gegaan. En als je dat voor ogen houdt, continu voor ogen houdt, kom je er heel snel uit. Wat was voor u persoonlijk een belangrijk punt dat er in dit akkoord zou komen? Dat de inwoners van Almelo het uitgangspunt is voor ons allemaal. Want nogmaals, er zijn heel veel dingen zijn er opgenomen. Nou, u heeft het kunnen lezen. Het is een prachtig akkoord. Maar we doen het voor de inwoners van Almelo. Voor de prachtige stad van Almelo. Een Almelo die meetelt in de regio, in de Twentse samenwerking. Daarvoor doen we het. En ja, dat is eigenlijk mijn punt. Ik ga er niet één punt uithalen. Na jaren van bezuinigingen is er weer voldoende geld. Waar moet volgens u het meeste geld naartoe? Dat is altijd een lastige vraag. Want u heeft in een coalitieakkoord kunnen lezen dat wij heel veel ambities hebben. Dus daar moet het geld naartoe. Dus ik ga nu geen uitspraken doen van het moet naar dit of het moet naar dat. In het coalitieakkoord hebben wij verschillende thema's opgenomen en daar moeten goede verdelingen zijn. Want ook wat wij heel belangrijk vinden is dat de stad in balans is, dus ook financieel in balans is. U bent een positief ingesteld iemand, zeker waar het Almelo betreft. U ziet de toekomst zonnig tegemoet de komende 4 jaar? Ik zie de toekomst heel zonnig tegemoet. En vooral met de aankomende wethouders die de stad weer gaan besturen. In combinatie met de raad, waar we als raadsleden natuurlijk ook aan zet zijn. En nogmaals benadrukken, de inwoners, want daar gaat het om. Dank u wel.